Sonja gaat op het springkussen. Op het springding, hoe noem je dat? Ik heb springen, Niels. Ga maar springen. Ga maar springen. Kan je springen erop? Zo, daar. Ga maar springen, hier zo. Spring. Omhoog springen. Springen. Ga maar springen. Toch maar niet? Dat is wel goed, dat zeg je dat ze hier vanaf 5 uur dan wel een oppasser hebben. Dan kan je toch een beetje meer in de gaten laten. En dan kan je toch zeggen, we gaan samen even wat drinken of er is nog wat eten om een uur of 5. Nee, dat was dan direct. Een aapje in een kooi. Niels, het is een aapje in een kooi. Oh, Nuka gaat springen. Nuka gaat springen. Ga maar Niels laten zien hoe dat moet, Nuka springen. Hé, hey, je kan wel springen. Hé, goed. Ja. Nuka is een echte aap. Nuka lijkt wel een aap. Vind je het wel gekker? Ga je niet wat ze het eerste moeten doen, schatje? Oh, ik weet niet wat ze het is heel leuk hier, papa. Niels, waar ben je nu? Roept ze. Ja, waar ben je nu? Ja. Ik ben hier, liep ze net ook al. Siel, ga maar met Nuka in de ballenbak. Ze zoeken elkaar zo niet in de vinger. Nee, maar ze vindt het leuk dat hij eraan komt. Dus Siel, waar ben je nu? Ja. Ze is blij dat hij komt. Ja. Ik ga niet met de auto in. Hé, mooie auto, Siel. Dat is iets voor u, hè? Op de kop in het bad. En wat moet ik op de kop? Nee. Wat moet ik op de kop in het bad? Ja. Blijf je aan het hangen? Ja, denk ik bij dat. Woehoe! Dikke pret hebben deze twee. Dikke pret hebben deze twee. Ja, wisten jullie dat we hierheen gingen, hè? Dat is wel een leuke verrassing, hè? Noeke? Een leuke verrassing, of niet? Vermoeiend of niet zo erin klimmen en klauteren. Een paardje. Leuk en nieuw. Pekers, ja. Pekers. Tiki taki, pekers. Bie. Bie, tiki paki taki. Tiki taka. Tata. Tiki taka, goed zo nu. Tata. Tata. Oh, wil je naar die ballenbaan? Maar dan moet je even omlopen. Moet papa even de deur openen? Kan papa dat doen? Hier, ja. Die open doen, papa. Ja. Dat is ook leuk, een babyballenbad. Sokken uit? Nee, dat hoeft niet, hè? Alleen de schoenen moeten uit. Het is niet een echt bad, hè? Niet een echt bad met... Het is normaal voor kindjes van 4 tot 11 jaar, hè? Oh ja. Of kinderen van tot 4 jaar mag je sowieso niet onafgelet achterlaten, misschien.